Twee uur na onze landing in Zaventem heeft mijn ploeg afgesproken met Luc om de beelden uit Manila te bekijken. Hij denkt dat hij een interview geeft aan Koppen over zijn pleegdochter Cherry. We zijn elkaar uit het oog verloren. We hebben nog proberen te mailen, want nadien kwam dan het mailverkeer op gang en dat ging in het begin vrij goed. En nadien ben ik haar echt uit het oog verloren. Luc zit hier binnen nu nietsvermoedend naar de beelden van de Filipijnen te kijken. Maar wat hij niet weet, dat is dat ik Cherry en de kleine Luc naar hier heb meegebracht. En we gaan nu naar binnen. Kom, Luc. En terwijl Luc zit te bekomen van de emotie, doe ik er nog een schepje bovenop. Look, because it's for a boy. Uh-huh. No, I will name her Luc. No, just name her maybe oh, Albury, like that. No, I will name her Luc. We've been arguing before, but he can't do anything. I'm the father. You're the father. <boss. laughs> Yeah. Oh, shit. Hier is uw kerstverse nieuwe pleegkleindochter. Dag Luc. Oh, wat leuk. De kleine Luc. Hoi. I'm Koi. Oh, no. Wat een surprise. No. Say hi to opa Luc. Baby. Oh, Sherry, how are you? I'm good. Could she sleep in the plane? Yes, she did. Oh, a little bit. Luc, Luc, zie ook. Hier is papa Luc. Oh, she's beautiful. She is. Let the mom too.